Video-interventie voor ouderen is een manier om te kijken van hoe is mijn gedrag naar de cliënt? Want de cliënt is belangrijk. We hebben bijvoorbeeld een mevrouw en die is... Daar kregen we geen contact mee. Dat was alleen maar schreeuwen en slaan en schoppen en spugen en met eten gooien. En elke keer ging het mis. Toen hebben we de video-interventie ingezet voor bijna het hele team, voor meerdere mensen. En dan ga je kijken en ik kan u zeggen dat binnen één keer was er al duidelijk, heeft ze het wel begrepen? Dat kwam niet over. En daardoor hebben we geleerd en nu is ze nooit meer boos. Tuurlijk, het gebeurt nog wel eens, maar we maken nog steeds fouten. En af en toe, maar dan weet je het. Je leert ook van, oh, ze is boos. Oh ja, stom. Ik heb het even niet goed gedaan. Kom hier. Dankjewel. Is dat goed? Ik ben er nooit zoveel gekust als nou. Oh.